De gemeente heeft een zogenaamde zorgplicht om ieder huis aan te sluiten op het riool. Maar in Oosterwold werd er geëxperimenteerd met zelfvoorzienendheid. Bewoners kochten daarom een eigen zuiveringsinstallatie voor hun vuile wc- en douchewater. In veel gevallen maakten de apparaten het afvalwater alleen net niet schoon genoeg. Omdat de filters die zijn aangelegd voor 80% de norm die gesteld is niet halen. En ja, dan krijg je dus een milieuvervuiling en overbelasting van het lokale milieu. En dat, dat mag niet in een woonwijk. Toch vindt hij niet dat het experiment met de waterzuiveringsinstallaties is mislukt. Het is gelukt, ook al is het resultaat negatief. Dat is iets wat ik vroeger in de eerste klas bij biologie al heb geleerd. Als het resultaat negatief is, is het niet mislukt of gelukt. Het is gewoon het resultaat en daar ga je mee verder. En dat is waar we nu zijn, namelijk dat de overheid, de gemeente, netjes het riool gaat aanleggen zodat onze achtertuinen goed blijven. De huidige privéwaterzuiveringen van bewoners moeten in 2023 stilgelegd worden. Tot er een riool is, zal er volgens de gemeente een tijdelijke oplossing komen. Dat het riool er nu toch komt, voelt dubbel. Aan de ene kant, ja, zaken moeten goed geregeld zijn. Aan de andere kant vind ik het ook wel leuk om zelf je water te kunnen zuiveren. Maar tegelijkertijd, als dat niet kan, dan mag je vertrouwen dat de overheid een zorgplicht invult en goed doet. Dat gaat nu gebeuren. Het aanleggen van het riool in de wijk gaat volgens de gemeente nog wel tussen de drie en vijf jaar duren. In de tussentijd mag er geen enkele waterzuivering van particulieren meer bijkomen. Huizen die nu gebouwd zijn, kunnen pas bewoond worden als het riool is aangelegd of een tijdelijke tank nemen die geregeld wordt leeggezogen. De gemeente denkt niks kwijt te zijn aan schadevergoedingen voor bewoners die niet langer hun eigen rioolzuivering mogen gebruiken. Maar daar denken bewoners anders over. En dat is heel bijzonder, want er zijn. Duizend van de 3000 kavels die hebben al geïnvesteerd in uh, hele mooie Rietpitfilter, die je misschien op de achtergrond kan zien. Dat zijn grote investeringen tussen de 10.000 en de 20.000 euro die gedaan zijn. En ja, alles moet weer op de schop. En feitelijk weet de gemeente al twee tot vier jaar dat er een grote kans is dat die filters niet op lange termijn kunnen blijven functioneren. En dat is interessant, want dan ga je het hebben over een ja. Er is een vergunning verstrekt door het waterschap en door de gemeente om te mogen lozen in je achtertuin. Maar ja, eigenlijk weten we dat het niet kan. Is die vergunning dan wel terecht verstrekt? Hebben ze kosten verlegd naar bewoners? Is dat terecht en moet er misschien wel gecompenseerd gaan worden?